Op vrijdag 15 oktober wie er in Boetefield bij Van Waarden een zogenaamde beleefmiddag. Jan van der Kooi, algemeen bestuurslid bij Wetterschip Friesland, vat ik mij. Hij had een bijzondere baan met het gebied. In die oorlog zitten hier een hele hoop mensen onderdoet. Vooral van ons was er wel en ook andere plakken. Die schoonheid zit direct onderdoekt en die eet een poepa en in een goede tijd. En dan wil je direct nog een signaal geven dat die leegstra, die zit daar bij de Breven in Boetefield. En die zwaarder dan uit er onderhoud weer met betrekking tot dus. Maar wat die schoonheid ook ontdekt, dat je zon in de grond ziet. En toen hij betocht dat hij op lange termijn deze groen keertje zoe van al die lietse boerkes hier op hun Westerwaal. En dat is hem geslagen, maar jeeldzitters en participanten met die King van de Brun. En King van die van de Kingelsbank en de Brun die van de Vuurwerkfabriek. En hij dus die er ontrekt. Toen gingen ze met zijn treinen al dit lang kocht en toen wonen ze dat zonbroeken van de dijk van Leuwarden naar Grijns. Helaas is dat misleren, want die dijk is van Leuwarden naar Grijns kwam en net via de oude. Toen is land er vrij kwam, die participatie binnen op een gegeven moment verkocht. En de laatste participaties had ik persoonlijk nog, omdat ik erfgenaam werd, dus bij de stormwinden is gewoon hard om hem, om het Friese weer verkocht. En dan heb ik bijvoorbeeld de lange wal nog beheren aan de kant van links. Hij had toen ook het plan om er een recreatiegebied van te maken, dus het zand eruit halen weer. En mijn eilandjes, en eigenlijk is het toch nog wel een beetje geworden, want het is nog wel een recreatiegebied.